Yes, dames en heren, Bram en Quincy hier. Vorige keer zat ik hier met Luc, zat ik met de voice assistant een beetje te kijken hoe het nou werkt. Maar vandaag gaan we ook echt daadwerkelijk uitleggen hoe je die voice assistant hebt nou gebruikt. Precies. En bij de Android-telefoon heb je natuurlijk een heel mooi rondje. Als je die ingedrukt houdt, kom je bij de Google Assistant. En als je dan Spreek met House of Talent inspreekt, dan kan je gewoon met ons praten. En bij een iPhone moet je daarvoor Google Assistant even downloaden. En met het rondje bedoel ik natuurlijk dit rondje. Dus als je die indrukt, kom je bij Google Assistant. Praat met House of Talent. Welkom bij House of Talent. Welkom bij House of Talent. En nu vragen jullie natuurlijk af, wat kan je dan allemaal aan die app vragen? Nou, dat gaan we nu proberen. Wat kan je allemaal vragen? Je kunt mij bijvoorbeeld vragen, wat kan ik vragen over Quincy? Waar kan ik de afleveringen terugkijken of kan ik meezingen met Bram? Nou, te gek. Ik ben wel benieuwd hoe het met Quincy gaat. Hoe gaat het met Quincy? Quincy heeft een limousine geregeld voor zijn aankomst bij zijn optreden tijdens ADE. Dat gaat dus lekker. Nee, dus ADE. De ADE. Heb je daar gespeeld? Met ADE heb ik, in ADE. Zeker. Leuk. Wat de House of Talent Voice Assistant app nog meer kan, is bijvoorbeeld jou naar de playlist van House of Talent sturen. We hebben natuurlijk allemaal een nieuwe single. Die kunnen jullie allemaal beluisteren in die playlist. Maar wat ook natuurlijk opgevraagd kan worden, mocht jij jarig zijn, dan kan je dat gewoon opvragen. En dan gaan wij via de telefoon een heel mooi verjaardagsliedje voor jou zingen. Wat ook heel erg tof is bij de Google Assistant app, is dat je dus kunt kijken wanneer een artiest een optreden heeft. Ja. Dat vind ik ook cool. Dat is echt heel vet. Dus we gaan kijken naar hoeveel boekingen Samir nu, wanneer die optreedt. Goed plan. Ja, toch? Hij gaat lekker de laatste tijd. Dus. Absoluut. Wanneer treedt Samir op? Wat leuk dat je het vraagt. Samir is op 9 december te zien bij Release Show in Vodafone Venue. Nice. Leuk. Cool. We gaan er natuurlijk wel vanuit jullie allemaal live meekijken naar de Grote Release Show. Grote getalen natuurlijk. Ja, voordat je natuurlijk wel met House of Talent gaat praten, moet je natuurlijk eerst eventjes die voice assistant vragen of dat je met House of Talent kan praten. Dus hoe doe je dat? Dan doe je dat gewoon. Knopje ingedrukt houden, praten met House of Talent. En dan ben je ingecheckt. Zeker. En dan kan je alles van ons te weten komen. Zeker. Echt alles, hè? Zeker. Maak je borst maar nat, jongen. Mensen gaan veel te weten over komen. Ja.